Leuk dat je weer kijkt naar Groot Alkmaar TV. We hebben gemerkt dat Alkmaarse senioren ook houden van muziek. Dus dachten we, doen een muziekspecial met live optredens. Zanger-gitarist Sander Hoogendam, duo Bram en Leo, zanggroep Encore en 2HD en Friends hebben zich opgegeven om live te spelen in de pleinzaal van Taak het Theater De Vest met uitzicht op de Grote Kerk. Gaaf! Verder in deze aflevering bezoekt Tineke een repetitie van muziektheatervoorstelling De Vrijheid. We hebben natuurlijk de agenda en de minuut van. En verder de allerlaatste aflevering van Op het Randje. Bij mij op de blokken zitten duo Bram en Leo en zanger-gitarist Sander Hoogendam. Speel je altijd in je eentje? Nee. Nee, met je gitaar ook? Ja, thuis. Maar nooit live of meestal met bandjes. Meestal met bandjes? Ja. Wat voor bandje heb je? Nou, op dit moment heb ik alleen een Hot Club De Frans trio. En dan spelen we nummers van Django Reinhardt. En die zijn eigenlijk niet te doen. Nee, hè? Maar ik ga het toch proberen. En proberen lukt eigenlijk altijd wel. Je schrijft je liedjes zelf? Nou ja, het is een eerste. Nou, ik schrijf eigenlijk helemaal geen liedjes, maar ik had me opgegeven op een advertentie wat 2 weken terug stond op de Facebook. Toen dacht ik, ik ga het gewoon maar proberen. Dus een liedje. Dus ik heb een liedje even snel gemaakt. Maar normaal gesproken doe ik het eigenlijk helemaal niet. Dus, Als je een liedje maakt, hè, dit is dan je liedje wat je hier gaat doen. Ja. Waar haal je inspiratie vandaan? Nou, ik denk eigenlijk meer aan de momenten dat ik heel gelukkig ben. Dat is eigenlijk als ik op vakantie ga met mijn kinderen. Dus het liedje wat ik ga doen, dat bestaat meer uit. Het rijmt ook helemaal niet of zo. Dat is iets van wat mijn kinderen vroeger tegen me zeiden. Daar word ik heel blij van. En dat heb ik eigenlijk een beetje bij elkaar gemixt. Ik weet toevallig dat het liedje wat je nu gaat spelen Lief heet. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Vangen, vrij en lief. Gaan we na vakantie naar het bos en de bergen. Ga met me mee naar het bos en de bergen. Van jou, hou jij ook van mij, lief. Wees maar niet bang, alles komt goed. Wat ik las op jullie Facebook is dat duo Bram en Leo spelen meezingers. Ja. En achtergrondmuziek waar je op kan dansen. Ja. Maar dansen jullie zelf ook? Nee. Nee? Jij ook? Ja, ik wel. Ja. Maar niet met Bram. Nou nee. Ik heb hem wel eens gevraagd, maar hij bleef zitten achter zijn drumstel. Echt waar? Ja, maar hij moet ook de maat aangeven, dus we eigenlijk wel lopen. Jullie kennen heel veel liedjes, hè? Echt heel veel. Ja. Maar heb ik mij laten vertellen, wel duizenden. En dat doe je dan op plaatsen waar veel senioren samenkomen.
op het moment dat we aan het spelen gaan, weet je eigenlijk nooit precies wat er gebeurt. Dat staat er ook, dat weet iedere muzikant. Je zit in een zaal, je begint te spelen. En dan denk je van, nee, dit is het nu niet. En dan begin je inderdaad een achtergrondmuziekje te spelen. Want de mensen zijn bijvoorbeeld druk om met elkaar te praten. En wie ben jij om dan te zeggen, luister naar mij. Het andere moment denk je, nou, dit gezelschap kan wel een oppepper gebruiken. Ja, en dan kom je, haal je even wat meezingers van stal. En dan kijk je inderdaad, zitten er 60-plussers? Zitten er 40-minners? Wat kunnen wij hier betekenen voor de mensen? Ja, en meestal zijn het wel inderdaad ouderen wat we voor onze neus. Ja. Maar en het meezingrepertoire, dat is wel leuk. Dat wordt dan geprojecteerd op een witte wand. Alleen buiten dan met een boekje, ja. Kan ook, maar het mooie is, als je het op een wand projecteert... Maar dan gaan mensen kan iedereen meezingen. En dat doen mensen dan ook. Ja. Wat vinden jullie het allerleukste liedje? Wat is jouw leukste liedje wat je ooit hebt gevonden? Ja, dat gaan we straks spelen. Dat is One More Cup of Coffee. En dat komt eigenlijk omdat het een lied is van Bob Dylan. Wat een dermate mysterieuze tekst heeft dat je er alle kanten mee op kan. Maar dat je toch het gevoel geeft van hier is wel iets aan de hand. En anderzijds kun je het ook in een heleboel verschillende ritmes spelen. En daardoor kun je er altijd weer mee, voor jezelf verrassend mee uit de hoek komen. En Bram, wat is jouw allerleukste liedje om te doen? Ja, ik speel nogal in verschillende dingen. Dus ik vind Take 5 bijvoorbeeld een heerlijk nummer om te spelen met mijn jazzband. En met, ik heb een rockband, Ohio. Daar spelen we dingen van Jimi Hendrix en Black Sabbath. Ik vind bijvoorbeeld Manic Depression. Mooi matenschema, lekker afwijkend, daar hou ik van. Maar het leukste liedje om samen met Leo te doen is One More Cup of Coffee. Dat moet ik van hem zeggen. Dus ja, One More Cup of Coffee, dat vind ik de mooiste. Your bread is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your bread is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, nor gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy is an outlaw, a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees kingdom, so no stranger does intrude. His voice trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Like your mama and yourself. You never learned to read or write. There's no books upon your shelf. But your pleasure knows no limits. Your voice is like a metal log, but your heart is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee before I go. One more cup of coffee before I go to the valley below. We zijn heel blij met de gastvrijheid van Take Theater De Vest. Dat is een plek waar je niet zomaar binnenkomt. En dat hebben we te danken aan directeur-bestuurder Nout van Giffen. Ik mag Nout zeggen. Hè? Zeker. Het lijkt me zo gaaf om directeur te zijn van een theater. Elke avond gratis.
naar een voorstelling. We zijn als organisatie verantwoordelijk voor Takentheater De Vest, maar ook de Grote Kerk in Alkmaar. Oh ja, dus dat is één stichting, hè? Eén stichting, dus je kan je lol op. Dus je kunt zelfs naar meerdere voorstellingen per avond soms. Dat je overhopt. Ja, dat tegelijkertijd vind ik dat ook het moeilijkste van het beroep. Omdat je dus dingen moet missen. Maar als directeur van zo'n... want er werken hier wat mensen, moet je dus verstand hebben van cultuur. Maar ook een beetje van licht en geluid, denk ik. Van personeelsbeleid. Van financiën. Heb je dat? Gebouwbeheer. Heb je dat? Nou, ik heb het geluk dat er heel veel goede mensen werken hier. Dus met heel veel verstand. En ik heb dan in de breedte heb ik wel inmiddels... ik ben op mijn 18e begonnen in die culturele sector. Dus inmiddels heb ik een aardig spectrum aan globale kennis. En soms wel wat specifieker. Maar nee, ik ben ontzettend blij dat we hele goede krachten hebben hier die precies weten hoe het zit. En die mij ook kunnen vertellen hoe het zit. Je houdt natuurlijk van muziek, hè? We maken nu een muziekspecial. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Ja, ik ben echt zo breed in mijn muziekstijl. Ik denk dat ik ook wat dat betreft misschien wel in de verkeerde tijd geboren ben. Maar alles wat mooi is, was er al toen ik geboren werd. En er kwam ook wel weer nieuwe muziek. En je ziet nu eigenlijk weer dat al die nieuwe muziek en die oude muziek weer gecombineerd is weer in een volgende stijl. Dus ja, ik kan ook nog steeds mee met alle stijlen. Je kan mee met alle stijlen? Net als poëzie. Ik ben ook een groot poëzieliefhebber. Is er altijd wel een liedje wat je raakt of wat je pakt. Maar dat kan ook iets zijn van The Two Brothers on the Fourth Floor. Of dat kan iets zijn van Frank Sinatra. Of dat, Je bent een half jaar hier bezig. Wat deed je hiervoor? Ik was zakelijk leider van het koor van de Nationale Opera. Van de opera? Van de opera in Amsterdam. Dus ik had kantoor op het Waterloopplein. Prachtig. En ik vond het ook echt... Het is een fantastische organisatie. Het is een waanzinnig mooi bedrijf. Ja, voor mijn smaak, voor alles waar ik ook aan bij wil dragen, was het wat smal. En hier kan ik echt... echt alles doen. Hier kan ik echt... hier moet ik ook alles doen, maar hier kan ik ook alles. Het publiek moet hier ook van alles beleven. Heb je een tip voor het komende seizoen, muzikaal? Waar moeten de mensen, de senioren van Alkmaar, vooral naartoe? Een rij met muziek in de brochure staan. Dus ik zou gewoon echt voor ieder wat wil. Dankjewel, Nout, voor dit gesprek. Jullie bedankt. En jullie, echt naar de vest, hè? Hallo, ik ben Ria Jansen. En ik ben op zoek naar vrijwilligers voor Cultuurpark De Hout. Alkmaar kent een aantal parken, maar er is maar één echt stadspark. En dat is De Hout, met zijn prachtige muziekkoepel. De Stichting Cultuurpark De Hout organiseert al jaren muziekmiddagen. Op 6 zondagen in de vakantieperiode kunt u genieten van muziekfestivals met uiteenlopende stijlen. We kennen De Hout Rocks, het Keltisch Festival, De Hout Klassiek, Musica Mundo, Jazz en Blues en eigenlijk nog veel meer. Middagen voor het hele gezin. Er is catering, maar neem gerust je eigen kleedje en je natje en droogje mee. Strijk neer op je picknickkleed of misschien zelfs op een klein stoeltje. Heerlijke zondagmiddagen volop muziek in een fijne sfeer. Mensen die in deze gezellige sfeer vrijwilliger willen zijn, zijn van harte welkom. Mail mij dan op onderstaand adres. En houd voor het programma de huis-aan-huisbladen in de gaten. Of kijk op onze site www.cultuurparkdehout.nl. Tot daar! Aan alle goede dingen komt een eind en de cirkel is rond. Beide uitdrukkingen zijn van toepassing op de allerlaatste uitzending van Op het Randje. Piet Mulder, Theo Vries volbrachten hun 70 kilometer lange tocht langs de buitengrens van de gemeente Alkmaar. Dat is echt een end. Ik ben trots op ze. Ze mogen van mij uitrusten. Hoor ik daar applaus? Als Koninklijk Kanaal verbind ik Noord aan Zuid. Maar eens was ik een traag meanderende rivier. Liet meer en zeewater stromend in en uit. Nou, hier eindigden we vorige keer, Piet. Klopt. We gaan aan de laatste ronde beginnen, hè? Oké. Okay. We gaan vandaag langs het Peesiebad. We komen natuurlijk uiteraard ook terug. We gaan kijken bij een muziekvereniging, Solideo Gloria.
En we eindigen op het sportpark in Alkmaar. Maar eerst gaan we hier even naar het punt waar Bello vroeger gereden heeft. Nou, hier komen we aan bij het tracé waar ooit Bello heeft gereden, zeg maar. En die kwam vanuit Alkmaar. Boog hier af naar Bergen, Bergen aan Zee. Nou, kijk, daar heb ik nou een mooi filmpje van, Piet. De trouwe bezoekers van het brede strand in Bergen denken nog altijd met weemoed terug aan Bello. Het locomotiefje dat met zijn zware wielen, onvermoeibaar en gestaag, meer dan een halve eeuw lang, elke zomer duizenden badgasten van Alkmaar naar zee trok. 31 augustus 1955 maakte het treintje zijn laatste rit. Bello dat begon in Alkmaar uiteraard, maar hier rechtdoor liep de lijn naar Warmehuizen toe. Die heeft tot 1969 nog gedraaid. In de 80e jaren is hij voor een symbolisch bedrag overgenomen door de stichting Stoomtram Horen Medeblik. En daar doet hij nu vol op dienst. Toeristentreintje. Ja, heel leuk om te doen overigens. Nou, hier lopen we op de grens van Alkmaar. Het is een nieuw pad, Cornelis Jetsenspad. We gaan hier linksom en dan gaan we even bij Pesi kijken, het voormalige Pesi-bad. Ik vind het veel kleiner dan ik gedacht had. Maar dit was een zogenaamd natuurzwembad. Het was donker water en de bodem was met zand bedekt. Ze hebben het tot 1980 hebben ze het als zwembad gebruikt. En Pesi, dat was een familie, die heette Pesi. En die zijn dit ooit begonnen. Dus toen hebben ze moeten sluiten en toen is het een pretpark geworden. Of een pretparkje geworden. Ja. Het heette aanvankelijk de Bedriegertjes nadat Pesi eruit was. Nu heet het de Battenvier. We lopen hier op de Olympiaweg. En we gaan hier even kijken bij het oefengebouw van Soli Deo Gloria. Dat is al een van de oudste muziekverenigingen uit Alkmaar. Hey André, jij was een paar maanden geleden bij Groots Alkmaar en vertelde je in de minuut van dat jullie een koffieconcert hebben. Die concert... Ja, dat is ongeveer een jaar geleden. Dat zijn we opgestart, we hebben onderzocht wat past ons qua muziek, zijn we gaan zoeken. En hebben we de partijen geschreven voor deze bezetting. Maar is dat altijd dezelfde bezetting? Nee, dit is een geheel willekeurige bezetting. Als ik bijvoorbeeld aankom lopen met een gitaar, dan... Dan zou je ook mee kunnen spelen, maar dan moet ik wel partijen even maken. Ja. Ja, dat kan. Van tevoren aanmelden? Of? Van tevoren aanmelden is altijd handig, want dan kan ik wat opsturen. Ja. Dan kan je thuis even bekijken. Ik las op de website Koffieorkest. Koffieorkest. En ik dacht, het gaat over de sociale ontmoeting, met elkaar praten en koffie drinken. Klopt helemaal, het sociale aspect is belangrijk. Ja. Met je koffie, even praten, muziek maken. Het moet allemaal in een gemoedelijke sfeer plaatsvinden. En wat we doen, proberen we wel zo goed mogelijk te doen. Ja, maar het grote orkest, dat is net onderscheiden, hè? Ja, we hebben... Door die 100 jaar koninklijke onderscheiding. Koninklijke erepenning staat daar netjes in de vitrinekast bij het vaandel. Hier lopen we weer echt op het randje, Theo. Dit is... de gemeente Egmond-Bergen. We gaan nu richting het sportpark. Dat is een beetje de finale van onze tocht. Nou, hier staan we dan aan de rand van de drafbaan. Er worden hier nog steeds paardenkoersen gehouden. En dit sportpark, dat zolang ik leef, bestaat dit. De eerste profvoetbalwedstrijd in Nederland hier gespeeld is. Tussen Alkmaar 54 en VVV Venlo. Ook de 8 oktober optocht, die wordt hier gestart. Kunnen ze gewoon zo de ronde maken en dan kunnen ze zo de stad in. En hier komen ze ook weer terug. Dit is de tribune van het sportpark. En die is ontworpen door Jan Wils. Dat is een architect. En die kwam uit Alkmaar. En het gekke aan deze tribune is dat die open was toen hij hem ontwierp. En de achterkant die is helemaal dichtgemaakt met glas en ook de zijkanten, want het was veel last van behoorlijk wat wind. Toch wel mooi, hè? Ik wist nooit dat een tribune gewoon een rijksmonument kan worden. Nou, dit is een rijksmonument. Hey Piet, we zijn klaar volgens mij. Dacht het wel. De grenspaal waar we begonnen, dat was 400 meter hemelsbreed vandaan. Ja. Hey, wat vond je nou het leukste? Ik vond, denk ik, de tweede wandeling het leukste. Dat in Marken binnen, dat we de bunker in mochten.
Nou, een hoogtepuntje voor mij is echt wel de zaalbol. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, leuke ervaring om daar eens met iemand te praten en te zien wat daar gebeurt. Hier is onze Rachel aan het werk. Rachel heeft de hele rondreis die we gemaakt hebben ons begeleid. En alles keurig op camera vastgelegd. Rachel is niet de eerste de beste. Ze heeft een belangrijk oeuvre opgebouwd met allerlei documentaires en films die zelfs op de Nederlandse televisie zijn uitgezonden. Kortom, geen verkeerde mevrouw die ons geholpen heeft. Rachel, hartstikke bedankt. Prima zo. Ja. Vond het leuk met je te werken. Bedankt, hè. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Bedankt, hè. Zanggroep Encore bestaat uit 12 mannen en vrouwen. En zij zingen meerstemmige volksmuziek en maken soms een uitstapje naar andere genres. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Hester Diel. Ik praat even met Janus en met Agnes. Gaaf zingen in een koor, lijkt me. Fantastisch, ja. Oh, fantastisch. Ja. Dat vind jij ook? Ja, heerlijk om te doen, ja. Wat ik zie, is ik zie 1, 2... 4 mannen? Ja. Dat is uniek, toch? Nee, dat is absoluut niet uniek, want elk koor wordt omhoog getild door mannen. Jij bent natuurlijk basso te horen. Ja, dat klopt. Ja. Kan je ook hoog? Of, Nou, in mijn kopstem kan ik wel wat, maar die breuk daartussen, dat is dat nog is even al lastig, dat is een puntje. Ja. Ja. Agnes, als ik zeg zingen, dan zeg jij? Je emoties vertolken. Wat ik hier heel bijzonder vind aan dit koor. Want ik heb 10 jaar in een flamenco koor gezeten. En dan heb je altijd 1 emotie. En in dit koor zing ik zoveel verschillende muzieksoorten. Dus hele treurige muziek, hele vrolijke muziek. Ervaar jij dat ook zo, Janus? Nou, ik ben vooral van de ritmekant. Hè. En daar voel ik ook heel veel verschillende aspecten van een volksdans die heel pittig is en een heel vloeiend lied. Dus dat vind ik heel fijn om te ervaren. Maar jullie doen ook wel eens slowe muziek, denk ik. Ja, een gedragen, gevoelig lied. Ja, breed zingen. Wat ga je nu zingen? We beginnen met Dorme. Dat is een slaapliedje. Ja. Een Ladino slaapliedje. En daarna zingen we Chacarera, een Zuid-Amerikaanse volksdans. Oké. Dorme. Ja. En uit welk land komt dat? Dat is van Spaans-Joodse afkomst. Ja. Encore met Dorma. Wow!
Hallo, ik ben Marianne Komen, amateurpianiste en wil met iemand de Katermijngroep in Alkmaar oprichten. Katermijn is vertaald vier handen bij pianospelen, vier handen achter één of twee piano's. De groep zal bestaan uit amateurpianisten, beginners en gevorderden en biedt de mogelijkheid om een speelpartner te vinden. De duo's nemen contact met elkaar op en spreken af wanneer en hoe vaak men bij elkaar thuis oefent. De keuze van de muziek gaat in onderling overleg. Het is de bedoeling dat twee keer per jaar een voorspeelmiddag gehouden wordt om het ingestudeerde te gehoor te brengen. Heb je belangstelling of meer informatie? Bel dan naar telefoonnummer 072-78-58-011. Hallo, Rudy. Hallo, Tineke. Hoi. Jij bent van Oranje Producties. Ja. En jullie repeteren hier in de Laurentiuskerk, ja, aan een muziektheatervoorstelling, ja, De Vrijheid. Ja. Ja. En ik ben benieuwd hoe die voorstelling zo goed gaat passen in 450 jaar Alkmaar Ontzet. Ja. Nou, 450 jaar is het verleden. Mm-hmm. Dat is vroeger. En in het verhaal wat ik bedacht heb, is er een man die, hij is een beetje ziek of slecht in zijn geheugen of zijn hersenen werken niet goed. Maar die dacht, als ik nou eens kan voorkomen dat Willem van Oranje wordt doodgeschoten. Ah. Want dan was het heel anders gegaan in Nederland. Dan was het, ja, een hele andere richting opgegaan, denkt die man. Hm. En dan komt hij dus bij de therapeut, want hij is een beetje gek, hij is een beetje doorgedraaid. En die moet hem, ja, die moet hem weer terugbrengen naar het nu. En dan heeft hij zich helemaal ingelezen of voorgesteld dat hij Pieter van Goreest is. Ah. Ik heb er genoeg van. Wat u me allemaal vertelt, dat is een mooi verhaal. Een kleurrijke fantasie. Fantasie? Ja, fantasie. Zeg nou eens eerlijk, man. Je denkt dat je Pieter van Voorheest bent. Ik laat in het stuk al die beelden zien die hij in zijn hoofd fantaseert. En de therapie, de therapeute, die gaat mee in die beelden die hij heeft. Want zij wil hem weer naar het nu krijgen. En nou, het lukt eigenlijk niet. Want ik verklapte niet alles natuurlijk. Nee. Maar Willem van Oranje is doodgeschoten en blijft doodgeschoten. En je hebt ook ergens geschreven dat je met deze voorstelling ons ook een spiegel wil bieden op hoe het nu gaat, hè? Het oorlogen die nu weer aan de hand zijn. Ja, ja, ja. De beelden die ik op het toneel tover, maar zeg ik, komen allemaal uit de 80-jarige oorlog. En hoe belangrijk is muziek voor jou in de voorstelling? Muziek is het allerbelangrijkste. Dat is de allerbelangrijkste taal die we hebben, die iedereen eigenlijk spreekt. Ja, in muziek kun je zeggen of kun je laten klinken wat je voelt en denkt. Werk je daaraan met de spelers? Nou, oefenen. Maar kijk, die spelers hebben allemaal, laat ik maar zeggen, belangstelling voor muziek. Die komen toch uit die wereld een beetje
Ja, en dat snappen ze. En in die muziek kun je soms meer zeggen dan dat je het in woorden of beelden... Ja, klinkt mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja, dankjewel Willy voor dit gesprek. Ja, als het... Beste mensen, dit moet je horen, dit moet je beleven. De Luisterhuisjesroute is geopend. Het is een wandelroute van ongeveer 3,5 tot 5 kilometer lang... voor iedereen van alle leeftijden langs unieke plekken in Alkmaar. Dus wandel, zoek de Luisterhuisjes, scan de QR-code... en beluister de verborgen verhalen van bijzondere Alkmaarders... in de vorm van een verhaal, een lied of een mini-hoorspel. Kleine Alkmaarse geschiedenissen komen op een bijzondere manier tot leven... Door het plaatsen van de luisterhuisjesborden is een route gecreëerd door de stad. Dus volg die route langs unieke plekken in Alkmaar. Elk met een verrassende, ontroerende en verblijdende verhalen van bijzondere Alkmaarders. De luisterhuisjesborden zijn gemaakt door 11 jonge creatieve makers van het Spot en Slash Atelier van Arte Jans. Deze wandelkaarten zijn onder andere te verkrijgen bij Arte Jans, VVV Alkmaar en op andere plekken in de stad. En je kan de wandelkaart ook downloaden via de website van Arte Jans, www.artejans.nl. Dus loop lekker in uw eigen volgorde, maar voor het scannen van de QR-codes heeft u wel een smartphone nodig. Veel wandel-, kijk- en luisterplezier! Hey Hugo. Hey Hans. Jij bent toch presentator? Wat kom je nou doen hier? Ik ga daar zo meteen zitten. Op die lege plek? Op die lege plek. Is dit jouw band? Dit is mijn bandje. Jouw bandje? Dirk. En Jeroen. Ja. En hoe heet die band eigenlijk? Die heet 2HD en Friends. En het zijn mijn vrienden. Je vrienden? Ja, ik heb vrienden. Deze vier, zeg maar. En die fiets heeft verder niks met de optredens te maken. Okay. Maar het nummer wat we zo gaan doen, heet De Fiets. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik zou ook zeggen, succes. Succes, ja. Op de fiets naar Alkmaar, met de wind pal tegen. Toch geen flink vaart, want er komt vast regen. Mijn ogen zijn nog klein. Het is pas 6:30. En mis ik nou mijn trein? Nou, die wacht maar even. Spatten op mijn arm, een auto door een plas. Hij het lekker warm en ik een vieze jas. Mijn kleren kletteren nat en mijn schoenen soppen al. Ik hoop dat ik straks wat opdrogen zal. De fiets, de fiets. Het kost je bijna niets. De fiets, de fiets. Het kost je bijna niets. 'S Morgens vroeg, zweet op je rug. 'S Avonds laat, ook weer terug. Het stoplicht springt op geel en een auto geeft vol gas. Dat scheelde niet heel veel of hij reed me voor mijn barst. Ik maak een flinke smart, maar het is jammer dat ik viel. Want de kansenbotelak kost meer dan een fietswiel. Elke dag de ochtendtrein met forensen volgestand. Die weggedoken zijn in Telegraaf of Volkskrant. Dag in nacht uit dezelfde jassen, al of niet de laatste trend. Een zwarte aktentas daar tegenaan geklemd. De fiets. De fiets, het kost je bijna niets. De fiets, de fiets, het kost je bijna niets. 'S Morgens vroeg, zweet op je rug. 'S Avonds laat, ook weer terug. Ja.
rol ik maar met de windbal tegen. Toch in flink vaart, want er komt vast regen. Mijn ogen zijn nog klein, het is pas 6:30. Mis ik nou mijn trein? Nou, die wacht maar even. Spatten op mijn arm, een auto door een plas. Hij het lekker warm en ik een vieze jas. Mijn kleren kleddernat en mijn schoenen soppen al. Ik hoop dat ik straks wat opdrogen kan. De fiets, het kost je bijna niets. De fiets, het kost je bijna niets. 'S Morgens vroeg, 's middags je rug. 'S Avonds laat, ook weer terug. De fiets, het kost je bijna niets. De fiets, het kost je bijna niets. 'S Morgens vroeg, het zweet op je rug. 'S Avonds laat, ook weer terug. Zo, dat zit erop. De muziekspecial van Groots Alkmaar TV. Gaaf. Dank aan onze muzikale gasten. Dank aan Theater De Vest. Dank aan Krankcafé Klunder. Wij gaan nadenken over de volgende aflevering. Blijf actief. Over actief blijven gesproken. We hebben elke maand tips voor activiteiten om te doen. Je vindt ze in de link hieronder. En heb je zelf tips voor plannen of activiteiten of bezoeken die je kan doen? Geef het aan ons door via grootsalkmaar.nl. En dan komen die vast in de volgende agenda.